gesproken. Met ook politiek, lokale politiek. Want we hebben contact met Richard de Mos. Ja, de man waar het deze ochtend over gaat. Ik sprak zojuist met Lotte van Bas de Batenburg, de fractievoorzitter van de Haagse VVD, over het besluit om het bestuur daar in die stad te laten klappen. Dat maakt de weg vrij voor Richard de Mos, die net wakker is. Goedemorgen. Goedemorgen. Kater van de champagne? Nou, dat niet echt. We moeten gewoon vooral aan het werk. Maar het was vooral de adrenaline gisteravond die door me heen ging. En ook wel de woede naar de Partij van de Arbeid en GroenLinks. Want de val van het college had helemaal niet nodig geweest. Wij hadden voorgesteld de aanschuifvariant. Er hoeft niemand weg, maar wij er wel bij als winnaar van de verkiezingen. En een klip en klaar vonnis. Aha, overweegt de woede dan boven blijdschap? Nee, je kan niet blij zijn over de val van een college, want je wil graag de stad besturen. En nu het college gevallen is, wordt het lastiger. Nu moeten we aan het werk om een nieuw college te maken en daar wil Hart van Haag wel in. Ja, daar gaat u de kar voor trekken. Is dat, hoe ziet dat eruit? Nou, we gaan vandaag al de eerste gesprekken hebben. En er zit nu nog een romp college en dat moet weer een volwaardig college worden. En daar moet Hart van Haag in. En dat we dan ook een Hart van Haag geluid laten horen in de stad Den Haag. Ja, maar dat zal dan zonder de Partij van de Arbeid en GroenLinks zijn, als ik u zo hoor? Ja, zeker. Maar dat hebben ze ook aan zichzelf te wijten. We hebben gisteren met de meerdere partijen, ook de VVD en D66, bij herhaling gevraagd. Ga praten met Hart van Den Haag om Hart van Den Haag binnen de bestaande coalitie te laten. Mm-hmm. Ja, daar stond de deur pot dicht en daar was partijbelang belangrijker dan het belang van de stad. Ja, toch hangt u ook nog wel een hoger beroep boven het hoofd. Stel nou dat de rechter daar anders beslist dan die volledige vrijspraken. Wat gaat u dan doen? Nou, daar gaan we helemaal niet vanuit in stijl afvragen. Dus er ligt een klip en klaar vonnis volledige vrijspraak op alle aantijgingen. En tegenover dat klip en klare vonnis staat een twijfelend openbaar ministerie. Dus dat zie ik me zeer veel vertrouwen tegemoet. Ja, dat heb ik u bij de vorige keer ook horen zeggen. Toen kreeg u gelijk, maar je weet natuurlijk nooit of dat de volgende keer weer zo is. Nou, je weet hoe de vorige keer in de stil zit. Je weet wat de waarheid is. En als de waarheid zegeteert, dan wordt het wederom een overwinning. Oké, u gaat aan dat stadsbestuur werken, zei u net. Wordt u zelf wethouder? Nou, dat gaan we bespreken. Ik wil vooral zorgen dat Hart van Den Haag in het college komt. Ik heb bestuurservaring, dus ik zal dat goed kunnen. Ik ben een daadkrachtig persoon. Ik wil het graag. Maar daar moeten we natuurlijk andere partijen voor nodig hebben. Dus daar gaan we naar kijken. Oké, maar dat is heel veel politieke taal. Ik ken u van de klare taal. Wordt u wethouder, was de vraag? Nou, daar gaan we dan wel vanuit als u een stukje klare taal wilt. Dat is mooi helder. Gita van Dong doet mee dan, naast u? Nou, Rita van Donk was mijn running mate, dus het is logisch dat van Donk ook een rol krijgt. En het is een uitstekend politica. Nou, dan zijn die twee posten ook duidelijk volgens mij. Richard de Mos, dank voor de toelichting en succes met die onderhandelingen. Ja, Wouter.